For real, dit... What the fuck is dit? Is dit een Enderman spawn? Wauw. Ik wist dat er veel gekke dingen in deze game zitten. Qua dingen. Maar dat er zelfs Enderman spawn plekken zijn, dat is voor mij ook nieuw. We gaan rustig door. We gooien gewoon Ender voldaan. Yo kijkers van Duffy Games en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Hexit. We hebben natuurlijk allemaal gisteren kunnen zien hoe ik wederom dood ben gegaan in een mob tower door een golem bos gebeuren. Wat totaal niet nodig was, maar wat wel beging en waarom puur door onoplettendheid. En vandaar natuurlijk deze extra video als bonus video, als straf voor mij, voor jullie de kijkers. Een extra video. Het plan wat we dan nu ook maar meteen gaan hebben is denk ik dat wij meteen onze scroll gaan gebruiken om terug te komen bij ons huis. Aangezien we hebben hier nu vrijwel niks meer te zoeken. Ik bedoel, we zijn wederom dood gegaan. Ik zie hier nou trouwens ook één ding, dat ik mijn rode backpack niet eens heb. Oh my god, nee, dit meen je niet. Oh nee, waar zit de mobtaal waar het allemaal gebeurde? Oh nee, dat betekent mensen... Oh jeetje. Wat dit legit inhoudt is dat ik gewoon legit mijn gear backpack kwijt ben. Nee. Oh nee, dat is wel een hele ernstige straf. Want daar is dus ook die scroll in en ook nog allemaal best wel wat gear. Wat ik wou gaan omsmelten, slash eventueel gebruiken. Natuurlijk het gold wat er allemaal in zat, wou ik nog gaan gebruiken om gouden appels te maken. Nee, dat meen je niet. Oh my god, no. Oké, dat is iets had ik gisteren beter op moeten letten. Die backpack is dus kwijt zo te zien. Want mis ik dan niet nog veel meer backpacks? Oh, mis ik echt best wel veel backpacks. Die ik allemaal had. Ik mis ook nog een grote witte. Ik mis nog... Mijn slaapbackpack heb ik in ieder geval. Ik heb gelukkig mijn gem backpack nog. Maar voor de rest... Ik mis best wel wat backpacks. Well, fuck me. Dat is behoorlijk fucked up. Echt waar, want... Wat ik zeg, dat gear en allemaal andere... Oké dan. Dat was me nog niet eens opgevallen. Dat maakt de straf allemaal wel meteen erger. En dat is iets waar ik... Well, fuck me. Dat is echt niet chill. Dat is alles behalve chill. Maar aan de andere kant, ja, zo is het ook alweer de game, Duffy. En jij hebt de game bij jou verslagen, Duff. Dus fuck jou, pech voor jou. Wat we dan nu gaan doen, mensen, is... Wij moeten dus nu te voet terug naar ons huis. Dan moeten we dus letterlijk deze kant op. En wij gaan dus dan maar gewoon met enderpearls gaan we dus gooien. En lopen richting ons huis weer. Vanuit daar kunnen wij ons dus gaan restocken, zeg maar. En dan opnieuw een avontuur aangaan. Dus dat betekent, we gaan staffen en chanten. We gaan natuurlijk gear en chanten. We gaan gouden appels remaken. Erbij maken. Noem het allemaal maar op. Dat gaat flink duren. Maar zo is het nou eenmaal. Wat we trouwens ook nog wel even kunnen doen. Nu we hier toch zijn. Even daar overheen gooien. Want daar ergens. Hier. Oh shit, ik zit vast. Oh, really? Really? Laat me erdoor. Hoppatee. Als we deze kant op gaan. Daar staat natuurlijk nog wel mijn kist met extra spullen. Met eventueel nog een backpack. Nog met andere shit volgens mij hier ergens. Hier, kijk. Zit hier nog stuff in? Oh, lucky me. Lucky me. Er zitten hier nog twee backpacks in. Niet fantastisch. Wacht eens eventjes. Overige food. Zit deze helemaal vol? Oh, ik heb zoveel mazzel. Dat betekent dus we zijn één backpack daadwerkelijk kwijt. Als, yo, één backpack met gear zijn we echt kwijt. Waar ook best nog wel goede gear in zat. En we hebben gelukkig deze backpack nog wel terug. Oké. Toch een soort van win-win situatie om zo maar te zeggen voor mij. Ik ben er enorm blij. We hebben ook in één keer die witte backpack hier weer. What the fuck? Ik weet niet hoe die hier nou in één keer komt. Maar goed, toch een soort van win-win situatie wat dat betreft. En wij gaan gewoon lekker door met de enderpearls gooien. En wij gaan terug naar huis. Want dat is in ieder geval het plan van nu. Terug naar huis en dan gewoon gear bij gaan fixen. Ik kan trouwens denk ik beter via die kant terug gaan travelen. Ik denk dat dat een stukje veiliger is voor mij. Aangezien we anders heel erg veel last zullen gaan krijgen van... hier het water allemaal wat we nu ook hebben. Dat is echt niet chill gewoon. Hoppatee, die gooien we ook weer. We eten meteen een gouden appeltje erbij. Want die dingen die zullen we nu heel veel moeten eten. Willen we natuurlijk snel kunnen travelen. Anders moeten we ook heel veel stukken lopen en wachten. Daar heb ik geen zin in. Ik wil gewoon snel door. Dus dat wordt flink gouden appels eten en doorgaan. Want ik heb natuurlijk mijn boots niet meer. Ze zijn natuurlijk ook allemaal kapot gegaan. Dus ja, dat is pretty fucked up. Het snelste is trouwens wel om gewoon echt letterlijk deze kant gewoon op te gaan. Even kijken hoe we dat het makkelijkst kunnen doen. We blijven gewoon lekker die enderpearls gooien. Oh my fucking god. Ik heb je ook weer mazzel hoor. Jeetje minus zeg. Die gooi je eruit. Hoppatee. Eet dus weer een gouden appeltje erbij. De regen. We blijven het nodig hebben. Waarschijnlijk gaat dus gear ook redelijk snel van kapot. De valdamage die we pakken. Maar ja weet je. Kan niet zoveel boeien. Hoppatee. Waarom ik die bosjes expres kapot sla. Is puur voor de HP natuurlijk. Die we daar makkelijk uit kunnen krijgen. Dat we hier gewoon een mob tower zien. Ik wou bijna naar binnen gaan. Want toen bedacht ik me van. Nou. Anders doen we dat gewoon lekker niet. Terwijl we hier een soort van.
Enderman spawn hebben. Ik probeer eens niet aan te kijken, maar er zijn hier echt gewoon 5 Enderman, 6 Endermans. For real, dit. What the fuck is dit? Is dit een Enderman spawn? Wauw. Ik wist dat er veel gekke dingen in deze game zitten. Qua dingen. Maar dat er zelfs Enderman spawn plekken zijn, dat is voor mij ook nieuw. We gaan rustig door. We gooien gewoon Enderpearl daar naartoe. Hoppatee. En we moeten even dus eigenlijk een stukje zwemmen. Gaan we natuurlijk niet doen. We gaan hem gewoon lekker via het zijkantje dan. Maar lopen maar ietsjes om. Zolang we maar niet door het water hoeven te zwemmen, vind ik alles goed. Maar oké, een Enderman spawn plek. Dat is nieuw voor mij. Nog nooit eerder gezien in geen één Minecraft soort wat ook dat ook echt bestaat. Maar hey, nice. Leuk dat jullie er zijn. Hoppatee, deze gooien we lekker ver. Hopelijk komt hij ver genoeg. Nee, we komen zo op de zeebodem uit. Wauw. Oké, dat is pretty fucked up. En deze kunnen we gewoon omhoog gooien, right? Oké, komen we hieruit. En we hebben nog maar 3 AP left. Nice. En nog maar 9 gram appels. Dat betekent flink die gouden appeltjes blijven kanen. Want dat hebben we gewoon nodig. Hoppatee. En we durpen een beetje door. We slaan snel dit even kapot. Hoppatee. En we gooien deze. Let's go. En bam. Hoppatee. Wauw. We moeten echt zo ontiegelijk fan travelen. Dit is werkelijk maar ongelooflijk. Eén positief ding uiteindelijk wel hieraan is dat uiteindelijk, als we zo meteen terug zijn geweest bij onze base, hebben we natuurlijk wel een soort van opslagplek, zeg maar. Dat wij dus in onze opslagplek nog wel weer staffen hebben, noem het allemaal maar op. Dus als we dan een keertje doodgaan, is het in ieder geval zeker dat wij wel gewoon een staf kunnen pakken, waardoor we weer snel terug kunnen gaan. Is natuurlijk in dit geval niet het geval, want in dit geval heeft het natuurlijk ermee te maken dat wij, in dit geval is het natuurlijk zo dat wij natuurlijk al onze staffen en zo allemaal op hebben. Maar nu gaan we natuurlijk niet met 12 electric staffs op pad. Daar schieten we natuurlijk helemaal niks mee op. Dus zometeen in de kist zullen ook gewoon electric staffs achterblijven. Waardoor wij natuurlijk daardoor, als we doodgaan, een nieuwe staf kunnen pakken. Met een breaking 3 erop. En op dat moment gewoon ontiegelijk lang doorvliegen naar onze plek terug. Dus het doodgaan is eigenlijk vrij simpel. Ik had eigenlijk al veel eerder een keer terug moeten gaan naar mijn huis. En dat was dan puur alleen maar om mijn staffen, zeg maar, veilig te stellen. Dan was er helemaal niks aan de hand geweest. Alleen ja, dat heb ik niet gedaan. En dan is dit dus de reden dat Duffy gewoon extra video's moet uploaden. En dan ook nog eens een keer backpacks zijn verloren die ik niet wou verliezen. Dat is wel echt, echt kloten. Was ik namelijk echt niet van plan om die toch een soort van op te geven als het ware. Maar ja, blijkbaar had de game daar andere ideeën over. En is dat pretty fucked up voor mij. Maar ja, weet je, zo is de game. En aan de andere kant is het ook wel mooi, een gepaste straf natuurlijk, dat wij dat we die dingen ook nog een keer kwijtraken. Maar ja, dat is wel jammer. Kijk, geen hartjes hiervan? Wauw. Oké, dan niet joh. Want dus bijna natuurlijk, we zijn nu wel in ieder geval bijna weer thuis. Wat dat betreft echt een klote spawnplek achteraf gezien nu. Kijk, in het begin was ik er blij mee. Ik dacht lekker beschut in de bossen. We hebben een klein dorpje erbij, et cetera, et cetera. Maar voor nu is het wel gewoon echt dat je denkt van, wauw, het is zo ontiegelijk ver lopen vanaf waar wij zijn. Maar dat is natuurlijk overal waar je een spanplek hebt, is natuurlijk de spanplek fokt op en ver. Dan moeten we niet te veel hebben dat tegen een boom aankomen. Wauw. Oké. kunnen we dan netjes daar tussendoor gooien? Kom op. Ja, please. Oké, dit is Gucci. Oké, doorlopen. We zijn bijna thuis. We kunnen het huis bijna zien. We kunnen bijna voelen, bijna ruiken. Ah, welkom bij Duffy op reis. Vandaag in Duffy op reis gaat Duffy travelen door de bossen, door het water en door de woestijn. Kappa. Dit is natuurlijk de spawnplek hier. Dit is letterlijk de plek als we spawnen waar wij, of als we doodgaan waar we spawnen. Omdat op een of andere reden onze set home slash slapen allemaal niet werkt. I don't know why. Maar het zal wel waarschijnlijk op dat. Ja, mensen zeiden voor mij omdat cheaten misschien uitstond. Dat kon een reden zijn. Maar ik heb eigenlijk geen idee. In ieder geval, mensen. Home sweet fucking home. Oh, eindelijk. We zijn weer eens een keertje thuis. Dit is echt heel lang geleden dat wij hier zijn geweest. Ik ben blij dat we er weer zijn. Echt waar. Ik ben echt heel blij dat wij weer hier thuis zijn, want man, wat heb ik dit allemaal gemist, zeg. Niet normaal. Oké, wat we gaan doen, we douwen even heel simpel alles hierin. En dan natuurlijk eerst eventjes nu snel gear gaan laten omsmelten allemaal. We gaan niet eens heel moeilijk erover doen. We pakken dit gewoon allemaal eruit en eigenlijk is het vrij simpel. Je tieft gewoon bijna alles gewoon achter elkaar in één keer erin wat je toen niet gaat gebruiken. Dus wat wij gaan doen is, we doen eerst al dit iron flikken we er zo erin. Hoppatee. Voor de mensen die zich afvragen. Nee, deze enchants kan ik er nu niet afhalen. Want ik heb ze er niet zelf opgezet. Dus voor de mensen die zo hebben van. Ja, maar Duffy, je moet dit en je moet dat. Nee, no worries. Dat kan niet. Want ik heb het niet zelf erop gezet. Dan doen wij gewoon lekker al dit chain maar lekker erin. Zo.
En of course, last but not least, doen we ook nog even ons gold helmpje erin. Wacht ik expres even mee dat dit een beetje geladen is, dat dit allemaal wel netjes bij elkaar komt te leren. Hoppatee, en het gaat allemaal Gucci. Mooi. Diamond kunnen we natuurlijk niet omsmelten. Vraag je ook wel af, Duffy, waarom doe je dit gold er niet in? Dit is kapot, dat zou ik eerst moeten repareren, wil ik het erin kunnen flikkeren. Ga ik niet doen, dus we hebben dat ook allemaal niet nodig. Mooi. Zo, oké, pakken we dit allemaal er weer uit. En dit is ondertussen gewoon verder klaar. Dit gaat ondertussen gewoon lekker omsmelten. Hoewel, we kunnen zo meteen even een iron blok laten smelten. Hoewel, deze gaat wel heel rap. Even eruit halen. En zo meteen weer even inzetten. Zo, hoppatee. En hoppatee. Oké, we hebben heel wat molten iron. Dat gaat lekker nu omsmelten. Of dat gaat lekker daarin. Zo. Oké. Hallo, ik ben Toys. Hallo, herkennen jullie mij nog? Oké, alles wat we nu even niet nodig hebben, zoals de backpacks die leeg zijn, zeg maar, flikkeren we gewoon eventjes hierin. Of waar ik vanuit ga dat ze leeg zijn. Deze is ook leeg, oké. Deze is zeker niet leeg. Is deze leeg dan? Ja, oké, die mag ook nog daarin. Deze is ook zeker niet leeg. Deze is ook zeker niet leeg. Er zitten staffen in en mijn slaapbackpack. Waar heb ik die nou weer gelaten dan? Oh, hier. Wacht, dit is mijn slaapbackpack. Die is ook sowieso niet leeg. Oké. Goed, douwen we dit even daarin. Zullen jullie wellicht zien, mensen, ik doe even een snelle ordening van alles. Want ja, ik kan heel lang en moeilijk over alles gaan doen. Maar schiet ik ook niks mee op. Die mag weg. Ironhoe, ik ga het niet eens omsmelten. Daar heb ik helemaal geen zin in om dat, zeg maar, om te moeten smelten. Die mag ook nog even weg. Zo. Eieren, waarom zit jij daarin? Wauw. Ik heb van mij net meerdere dingen weggedaan die ik niet eens weg wou doen. Maar goed, deze boog mag ook wel een aantal van weg. Heb ik anders ook helemaal niks aan. Ja, dit is in ieder geval een beetje netjes opgeruimd. Dat betekent, we kunnen dan ook nog weer die erin flikkeren. Check, check, dubbel, check. Oké, wat we dan gaan doen is, we gaan natuurlijk deze hele, ja, in onze kist snel flikkeren. Dat is gewoon hetgeen wat we nu moeten gaan doen. Dus hoppatee. Deze moeten we lekker daarin, want die hebben we daar ook al zitten. Dat wist ik. Die doen we ook lekker erbij in. En wat eten kan erbij in. Hoppatee. En dan gaan wij lekker onze staf allemaal aanvullen. Holy freaking shit, wat hebben wij veel van al deze stuff. Niet normaal. Ha, wauw. Oké, dat is echt veel wat we allemaal hebben inmiddels. Inmiddels ook al 3 Hexagon Diamonds. Fucking ziek. Dat is wel echt nice, al die Hexagon Diamonds. Natuurlijk al deze blokken die we hier hebben. Oh, gold ook nog hier. Meteor Gear, dat moet daar wel trouwens in. Ik moet nog gold blijkbaar omsmelten. Dat mag eventjes snel ondertussen dan hier erbij. In die gold ores, nice. Eruit. Hop, hop. En dat kan ook weer gaan omsmelten. Zoals jullie wellicht zien, mensen, ik begin er al wat handiger in te worden. Het gaat natuurlijk allemaal al redelijk snel, zeg ik het zelf, met alles hier en daar allemaal neerzetten en inklikken en weet ik wat allemaal. Hop, hop, hop. Al dat kool, dat is wel echt overdreven veel trouwens. Maar goed, dat hebben we nou eenmaal. Oké, Electric Essence zetten we ook eventjes hierbij. Die mogen lekker daarbij. Oké, alle Essence. Nou, doen we even zo. Dat mag daar nog bij in. Dit mag er ook bij in. Oké, hebben we nog meer hierin zitten? Jazeker. Die. Deze mag van mij hierbij in. Deze staffen moeten eigenlijk ook wel even... Oh, ik had daar niet eens mijn staf in zitten. Oké. Of course, mensen, ik weet het ook. Er gaan nu mensen zeggen, Duffy, je moet echt je huis groter gaan maken. Want ruimtetekort, et cetera, et cetera. Weet ik. Maar ga ik nu in ieder geval niet doen. Daar heb ik nu ook helemaal geen zin in. Geen tijd aan. Geen behoefte aan. En komt dan maar wel een keer, maar niet nu. Duffy is lui. Confirmed on video. Die kan daarbij. Oké. Daar. En die flikken we gewoon even random daarin. Enderpearls mogen hier weer bij in. Oké, staffen. Hier zit nog wat staffen in. Als ik nou gewoon deze staf hier uithaal. En deze gewoon even allemaal hierin flikker. Is dat fucking logisch. Want deze backpack heet letterlijk staffen. Dan heb je dus allemaal staffen in staffen backpack. Fucking slim. Hierin hebben we verder nog de bloemen. En nog wat andere troep. Wat gewoon hier allemaal bij in mag. Hop, hop, hop. Kan het hier allemaal in? Bloemen? Nee. Maar we zien hier wel ontiegelijk veel klei en andere bullshit wat we toch niet gaan gebruiken. Nou, hoppatee. Erin. Appeltjes mogen ondertussen hier erbij in. En deze backpack is in ieder geval leeg. Check. Dan hebben we hier nog allemaal boeken. Ja. Ik denk dat we al deze boeken gewoon lekker hier in deze kist gaan doen. Deze kist is namelijk immens groot. Daar kunnen we best wel wat troep in kwijt. Dus ik denk dat we al die boeken best gewoon hierin kunnen douwen. Dan moet je ook even een anvil eigenlijk ernaast zetten. En kunnen we in ieder geval al die troep hier kwijt. Dit is ook allemaal nog troep wat wij een beetje moeten gaan ordenen. Een klein beetje maar. Dit is ook nog wel een redelijk grote kist volgens mij. Die kunnen we ook nog wel eventjes daarbij zetten. Zo. Ja, dit is nog wel een redelijke kist. Oké. Pakken we die ondertussen die. Hoeveel iron hebben we hier nog in zitten? Nog 7 iron ingots. Kan ik dit ding omsmelten? Nee.
7, daar kunnen we net niet een ding van maken. Dat kan blijkbaar ook niet worden omgesmolten. Een bucket? Een bucket wel. Ik hoop dat we daar natuurlijk dan uiteindelijk 9 van krijgen. Dan kunnen we namelijk nog net even 1 blok eruit halen. Dat zou natuurlijk fijn zijn. Golden carrots mogen daarbij in. En shield mag daar nog bij in. Dit zijn van die typische dingen, die gaan gewoon allemaal hierin. Dit valt nog wel onder gear, dus dat doen we hierin. Ja, dat weet ik niet wat ik daarmee moet flikken. Gewoon hierin. De buckets. Nee, die zaten niet daar. Daar ook niet. Daar ook niet. Hier dan? Ik weet niet waar ik mijn buckets moet laten. Nou ja, die flikken gewoon lekker hierin. Dit is nog die. Pakken we nog even de stuffen bag. Voor de mensen die het te snel gaat, I'm sorry. Maar ik ben gewoon lekker op dreef, om zo maar te zeggen. Om alles gewoon lekker op te ruimen. Die mag van mij ook weg. Daar mag ook op zich wel weg. Dit weet ik niet wat we hiermee kunnen. Dus deze bewaren we maar braaf. En deze flikken ook nog even hierin. Hoppatee. Deze nu leeg. Dit is mijn slaapbackpack. Oké. Goed, dat betekent nu één ding. De backpacks, om zo maar te zeggen, zijn opgeruimd. Dat houdt in, onze backpacks zijn nu leeg allemaal. Op die van de staffen na. En wij kunnen nu eigenlijk ons gaan focussen op gear. Slash enchanten. Eén heel erg groot nadeel is natuurlijk dat we zijn dood gegaan. Waardoor we dus van 45 levels naar de 25 zijn gegaan. En dat kost ons best wel veel. Dat kost ons best wel veel als levels qua gear en noem het allemaal op. Dus dat is wel echt heel, heel zonde, om zo maar te zeggen. Maar goed, ik zal het wel zo roeien met de riemen die je hebt. Dus we gaan kijken wat we van kunnen maken. En we gaan zo eerst even staffen, denk ik, maken. Dat we in ieder geval genoeg staffen hebben. En voor de rest zien we het allemaal wel. Hoe wat we allemaal kunnen maken. We pakken eens even het iron hier. Hop. Ik weet niet wat dit is allemaal. Het molten steel. Oké. En dan houden we uiteindelijk 5... 4. Oké, 3 houden we over. Oké, nice. Dan kunnen we even 3 ingots snel van maken. Dan kunnen we dat ook meteen zo meteen weghalen. Hebben we in ieder geval het steel ook allemaal weg. En dan kunnen we daarna eventjes het gold leeg laten lopen. 15 gold. Zo. Hoppatee. Nice. Goed. Hoewel ik me ook bedenk, had er ook galpers in kunnen flikkeren. Maar goed, boeiend. Oké. Wij gaan nu dus eerst even bezig met al onze staffen te hermaken, om zo maar te zeggen. Daar hebben we sowieso voor nodig. Dit. En dit, want we gaan sowieso alle electric staffen meteen maken. Dat we die gewoon meteen ready hebben. Gaan we niet eens moeilijk over doen. Moet het gewoon zo? Dat moet gewoon zo. Oké, hoppatee. Misschien vraag je van Duffy, waarom? Is er zonde? Nee. Deze dingen, die heb ik gewoon zo ontierlijk veel nodig. Dat ik heb dit gewoon nodig. Een breking gaat er gewoon op, hoppatee. En ik moet ook... die doen we erop, die doen we erop. Die en die, hoppatee, en enchant, hoppatee. Oké, dan. Het liefst zou ik deze natuurlijk nu gewoon gaan kopiëren. Ik moet helaas alles met de hand doen. Maar ja, dit is wel gewoon de shit die ik wil hebben. Dus ja. We moeten even al deze staffers nog aan enchanten. Wat ik al zei, je vraagt me vanaf, dus wanneer maak je al deze staffen meteen? Hebben ze gewoon vast liggen. Zeker als we natuurlijk uiteindelijk een keer weer doodgaan. Wat 100% gaat gebeuren, kunnen wij ze gewoon pakken en dan is het gewoon Gucci. Dus vandaar. Een breking, die. En. Oké, enchant. Wee! Gelukkig is dit allemaal maar gratis. Dat is ook het chill hier aan, dat dit allemaal gewoon gratis is. Dat wij dit gewoon allemaal maar kunnen doen en mogen doen. En wat we natuurlijk hebben gezien, alleen al met de poisoning staff, die we nou, best wel veel hebben gebruikt. Hij gaat best wel lang mee. Dus dit is alleen maar fucking chill eraan, dat dit gewoon allemaal werkt. Hop. En zo zie je maar weer, je bent ook nog best wel lang bezig met gewoon al je gear weer ready te maken. Als je natuurlijk rustige tijd neemt allemaal. We doen natuurlijk nu allemaal redelijk snel, want we weten inmiddels hoe het werkt. Maar je bent hier gewoon nog een hele aflevering mee bezig om gewoon al je gear goed te krijgen. Al je staffen weer goed te krijgen en noem het allemaal maar op. Al deze staffen flikkeren we lekker hierin. Dit is echt mijn trots, deze electric staff. Dus echt, ik kan het niet goed uitleggen, maar dit is echt gewoon mijn trots gewoon op het moment. we hebben hier natuurlijk nog ook allemaal staffen die we natuurlijk ook allemaal even gaan enchanten nog. Hoewel, we hebben hier nog een aantal geenchante staffen. Misschien ook nog wel wat repareren. Ik weet het niet, maar ik weet niet zo goed hoe dat zo in zijn werk gaat. Kun je dit ding gewoon repareren door R op te doen? Nee, maar we kunnen nog wel... Oh, deze is letterlijk ook echt gewoon kapot. Hop. Niet dat ik deze staffen echt gebruik, maar hey, liever ze geenchant bij je hebben dan niet geenchant van deze staffen. En het mooie is, als ik natuurlijk deze staffen al heb, hoef ik natuurlijk niet enorm veel van deze staffen erbij te bouwen. Ik bedoel, zolang ze hebben, heb ik ze. En deze gaan super lang mee, want ik gebruik ze niet super veel. Dus ik vind dat wel Gucci zo. Hoppatee. En hop. En hop. En enchant, check. Firestaff nog eventjes snel. En dan is het mooi geweest voor deze extra aflevering. Enchant, bam. Deze waterstaf kan ook nog wel, want we hebben nog eentje, maar die is al een beetje kapot. Zo.
Oké. Okay. Goed, doen we deze staf, gooien we gewoon lekker weg, want die is beschadigd. Bam. Oké, okay, mensen, zoals jullie licht hebben gezien, we zijn inmiddels druk bezig hier met ons huis. We zijn in ieder geval terug thuis. We zijn druk bezig met alle staffen weer te maken. Nadat alle staffen gerepareerd zijn, hoeven we eigenlijk alleen nog maar te zorgen voor een beetje gear. Nou goed, dat zou waarschijnlijk gewoon diamond gear worden met een matige enchant. Dan pakken we natuurlijk onze zwaarden weer, even wat gauwappels bijbouwen. En dan gaan we weer op pad de wereld in. En met name natuurlijk deze kant van de kastelen op. Maar we hebben dan natuurlijk electric staffs, dus daarmee komen wij vrij makkelijk vooruit. Dus dat moet wel helemaal goed gaan komen. Voor nu mensen, bedank ik jullie enorm voor het kijken naar deze extra aflevering van Hexit. Mocht je het leuk hebben gevonden, vergeet die eventjes te liken, te reageren, te abonneren. En ik hoop jullie allemaal de volgende keer weer te zien bij een nieuwe video. Later mensen.